Hi, ik ben Kimberly, welkom. Kijk jongens, deze is eruit, die hier zo. Helemaal blij mee ook. What do y'all think? Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag 20 oktober. En lieve mensen, morgen hebben wij de allerlaatste verjaardag van het jaar van ons gezin. En dat is de verjaardag van Genoa. Genoa wordt 6 jaar. En dit jaar ben ik zo niet voorbereid. Ik kwam vorige week pas erachter dat Genoa jarig is tijdens school. Normaal gesproken is hij altijd vrij. Normaal hebben ze al herfstvakantie, maar deze keer is de herfstvakantie zo laat dat hij op zijn verjaardag mag uitdelen. Nou, ik heb precies niks. Ik zet mijn camera zo geforceerd neer in mijn tas. Jullie willen niet weten hoe dit eruit ziet. Maar wat betekent dit weer? Dat ik vandaag als het donder dingen in huis mag gaan halen. Dus dat is precies waar ik jullie vandaag in ga meenemen. In mijn stress, in mijn chaos. Dus ik hoop dat jullie daar een beetje zin in hebben. Ja. Ja. Morgen op zijn verjaardag zit hij gewoon op school van 9 tot 3. Dus om daarna nog iets te gaan doen, dat is een beetje meh. Dus Cyrano en ik hebben vandaag maar besloten om gewoon lekker thuis te gaan eten. En een paar familieleden uit te nodigen, zodat hij toch nog een beetje dat verjaardagsgevoel heeft. En daarna gaan we gewoon in het weekend iets leuks met hem doen. Dus ik heb een lijstje gemaakt met de dingen die ik allemaal moet gaan doen. Even kijken, ik moet naar Daily Style, Toys Jam, haren van Noah moet ik gaan vlechten. Boodschappen moet ik halen, koken, presentjes kopen, maken. En ik moet even kijken of ik een leuke outfit voor Genoa kan vinden. Ik moest eigenlijk ook echt mijn nagels doen. Maar ik denk dat ik het morgen gewoon ga doen op zijn verjaardag. Want hij is toch van 9 tot 3 op school. Dus dan maakt het niet heel veel uit dat ik mijn nagels ga doen. Dus dat ga ik gewoon vanmorgen laten. Wel moeten we het huis versieren. Want ik wil natuurlijk wel dat hij wakker wordt. En weet dat hij jarig is. Dus ja jongens, dit wordt nog wat. Maar I got this. Cyrano is nu thuis met de jongens. Dus ik heb alle tijd om spulletjes te halen. En zodra ik thuis kom heb ik natuurlijk een heel team die mij gaat helpen. Want de boys gaan me natuurlijk helpen. Oké, guys. Let's go to the city. Nou guys, ik ben inmiddels thuis. En hey, er was me net een meid in een auto. Die gewoon echt niet... Die gewoon niet kan rijden. Althans, ze kan wel rijden, maar ze heeft gewoon totaal geen inzichtvermogen. Ik weet niet of je me herkende naar de vlog kijkt, maar je was echt fout. Gewoon echt. Zelfs de handhavers die achter je reden, gingen je uitlachen. Deze vrouw wou dat ik mijn bocht ging maken, terwijl zij op de helft van de weg was. Dus ik zal never nooit langs haar passen. Het zou misschien net kunnen, maar dat zou mijn hele zijkant langs een muur komen. Maar ze bleef maar forceren van je moet langs me, want ik wil naar rechts. Ze kon makkelijk rechtdoor, hè. Dat was het allermakkelijkste voor haar. Maar ze moest en zou naar rechts gaan. Terwijl het echt onmogelijk was. Het was echt onmogelijk. Eindstand, ik maak die bocht. Ze ziet het gaat niet. Ik raak haar bijna. Omdat ik gewoon zo geïrriteerd was. En haar gewoon wel laten zien van het gaat niet. Dus nu uit schrik, ze gaat naar achter. Nu kan je opeens wel naar achter gaan. Jongens, ik was echt geïrriteerd. Maar eindstand, het was goed gekomen. Die handhavers kijken naar mij. Ze lachen, want ze zagen mijn hoofd was zo heet. Het was echt heet gewoon. Dat ik bij mezelf denk van, waarom? Waarom moet dit? Ik ben al in de stress. Ik ben al in chaos. Ik kan het er niet bij hebben. Dit zijn echt die dingen. God test me altijd hoe ver hij kan gaan met mijn geduld. Hij test me al. Elke dag word ik getest. Elke dag. Wat zeg jij, Genoa? Mijn hoofd was heet. Heter dan die oven. Bijna heter dan de zon. Maar goed, anyways, I did my groceries. Ik ben geweest naar de Dirk. Amen. Naar de prijsmappers en naar de kruidvat. Oké, we beginnen als allereerste bij de Dirk. Daar heb ik popcorn gehaald. Heb je goed geraden? Geraden. Erg goed, Genoa. Ik heb mijn favoriete Ajax eucalyptus gehaald. Ajax? Ja, Ajax, schoonmaakmiddel.
dag voetbal, ne? Ja, voor de badkamer en voor de wc is dit echt dat ding. Ik kwam deze teentjes tegen. Ik ruik het gewoon helemaal door heel die doos heen. Toevallig hadden wij het gisteren over wat is je favoriete theemerk. Dus ik zei gelijk Pickwick, de ander zei Lipton. Nou, ik vind Lipton, het is wel lekker, maar het is niet sterk. Een andere collega zei Clipper. En ik heb nog nooit van het theemerk Clipper gehoord, maar... deze doosjes komen mij wel heel bekend voor. Dus ik dacht, let me try Clipper. Ze hadden toevallig een aanbieding. Dus heb ik de Classic Chai Infusion Cinnamon Ginger and Cloves. Nou, dit is helemaal herfstproof, hè, jongens. En ook wel winter, vind ik. En de Marrakesh Mint Organic Infusion. Alle Marokkaanse mensen zullen het zeker aankijken van mij. Ik haal gewoon verse mint. Maar... ik weet niet. Die Marokkaanse theetjes vind ik lekker hoor. Ook die van Lipton. Ik hou ervan. Pak je kauwgom gehaald voor de auto. Mandarijntjes heb ik gehaald. Voor Genoa zijn presentjes. Unox rookworst. Ik heb ook twee keer Prins mini starkoekjes gehaald. Ook voor in zijn presentjes. Normaal doe ik echt altijd gezonde dingen. Maar deze keer gaan we gewoon los. I mean, die jongen wordt 6. Weet je, wanneer die kindjes klein zijn, dan ben je altijd met die... organic dingen en fruit en zus en zo. Maar deze keer, kinderen van 6 hebben helemaal geen zin in gezonde dingen. Chili saus en sriracha saus. Melk. En dit komt van de kruidvat. Dit komt trouwens ook van de kruidvat. Ik heb hier ook 2 van gehad. Chupa Chup mix. En die grote lollies trokken mij aan. Dit gaat ook in die snoepbox. Voor zijn juffie heb ik dit gehaald. En ik heb een pakketje opgehaald. Ik had namelijk een parfum besteld. Ik was weer op zoek naar een nieuwe. En de laatste tijd, dit is de 2e keer dat ik dit doe, hè. Ik ben gewoon op TikTok aan het scrollen. En ik kijk naar mensen hun top 3 parfum. En deze keer zocht ik de Clean Girl Parfume. En iedereen had het over deze. Ik heb heel die geur niet geroken. Maar kijk hoe ik mensen vertrouw. Dit is de 2e keer. Die Jimmy Choo Illicit is bijna op. En die vond ik echt heel lekker. En nu heb ik een nieuwe gehaald. Die ik nog nooit geroken heb. Ik heb hem überhaupt nooit in de winkel gezien. En dan heb ik het over. Ik heb ook gelijk een 50 ml gehaald. This is Her van Sadig en Voltaire. Ik heb wel een keer eerder een luchtje gehad van Sadig en Voltaire. Maar dat was volgens mij This Is Really Her. Die had ik uitgekozen bij mijn parfum van de maand van Parfumado. Maar nu heb ik dus eentje gehaald die ik gewoon totaal niet ken gewoon. Ik heb ook nog nooit iemand hierover gehoord. Dus ik ben echt benieuwd of dit wat is. Anders is het echt zonde. Ik ben gewoon bang. Nou, kom nou. Oké, ik ga je wel eerlijk zeggen, de flacon is wel echt clean girl aesthetic. I mean, kijk, dit is gewoon zo milky, clean. Het is echt mooi. Echt. Ik heb al parfum op. Ik ben zo bang. Laten we dit even doen. Ruik dit naar Jimmy Choo Illicit? Wacht even. Ik heb te veel. Ik heb parfum op. Ik ga wel maar even gewoon zo doen. Waarom ben ik niet verliefd? Ja, nee. Dit is wel echt. Dit is clean girl. Dit is precies wat ik zocht. Dit ruikt gewoon letterlijk naar, ik kom net uit de douche, ik heb mijn lichaam gescrubt, trek ik kleren aan die net van de waslijn komen. Zo, die geur moest even, maar ja, ik weet dan niet of het, dat het een mix is van de parfum die ik al op heb, want die geur is ook echt heel lekker, maar. Ja, dit is echt heel lekker.
En ik denk dat dit veel beter voor mijn werk is dan de Jimmy Choo Illicit die ik eerder heb gekocht. Ik zal dit zeker nog een keer kopen. Die Jimmy, het was echt heel lekker. Op den duur raak je gewoon zat van die geur. En dit is echt zo'n hele neutrale, lekkere, frisse geur. Je kan hier niet moe van worden. Dat kan echt niet, dat geloof ik niet. Dat is echt heel lekker. Ja, ik ben hier blij mee. Guys, Sarah en Voltaire, this is her. Ja, hier ben ik echt blij mee. Deze gaat gelijk in mijn werktas. Welke? Dit is mijn nieuwe dagelijkse geur. Ja, blij mee. Oké. Vervolgens heb ik hier nog een zak. Wat zit hierin? Oh ja, die. Ik ben ook naar Prijsmappers toegegaan. Ik had daar een hele krat gekocht met Fristies. Maar ze waren 25%. Dus ik dacht, nou top, ik ga het morgen uitdelen. Al is het daarna nog 2 maanden goed. Het komt wel op. Meestal drinken die kinderen het dezelfde dag nog. Ik ben bij de kassa. Ik reken het af. Dat ding was echt maar iets van 9 euro of zo. Zo'n hele krat met, ik weet niet, 12 of 15 stuks van die flesjes. Ik reken het af. Iets in mijn zij. Kijk even naar die datum. Willen jullie geloven dat dat ding goed was tot 12 oktober? 12 oktober 2024. Daar is het vandaag 20 oktober. Dit soort dingen kunnen echt niet. Maar goed. Anyways. Ik heb daar ook dit gehaald. Want het was daar in de aanbieding. Die Bolsius kaarsen. Hey, jongens, ik ruik zo lekker. Genoa. Kom eens naar de keuken. Deze had ik laatst gekocht bij de Kruidvat. Die fresh cotton. Heerlijk. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Het duurt ook echt maar een half uur voordat je hele kamer lekker ruikt. Wat vind je van mama's parfum? Lekker. Ja. Moe? Vind je het lekker? Naar wat ruikt het dan? Het ruikt naar een kaars die uitgeblazen. Ruik naar een kaars die uitgeblazen is. Dus inderdaad, ik ruik naar brand. Nou, ik ruik inderdaad naar een lekkere kaars, hè? I'm glowing. Maar dit? Oh. Ja, dit is voor je feestje. Feestje! Okay. Ja! Mama. En ik heb daar ook dit gehaald. Ik heb geen idee of het lekker is, maar ze hadden dus ook van die geursticks. Ja. Dus ik ben benieuwd of dit lekker is. En als het lekker is, ga ik natuurlijk gelijk meer halen. Want jullie weten, die dingen gaan zo snel op. En ik heb dit gehaald. Iemand had mij een DM gestuurd. Hij zei, Kim, dit moet je echt halen. Dit ruikt heel lekker. En dan moet je het in zakjes doen en in je huis zetten, zeg maar. En dan ruikt je hele huis naar dit. Nou, ik kan je al zeggen dat de geurparels hiervan lekker ruiken. Ik heb ze volgens mij ook wel eerder gehad. Maar ik vond ze volgens mij te zoet ruiken. En ik hou meer van fris. Maar om het gewoon neer te zetten, is het ook gewoon prima eigenlijk. Dus ik ga het gewoon proberen. Thank you voor de tip. Ik luister naar jullie. Thank you. En de rest komt volgens mij van de Daily Style. Daar heb ik ballonnen, slingers, etiketten voor die presentjes. Ik heb dit soort doosjes gehaald. Van die boxjes. In het blauw. Die je dan zelf in elkaar moet vouwen. En dan doe je er gewoon wat lekkere dingetjes in. En dan heb ik van dit soort etiketten ervoor gehaald. Om dan Genoa 6 jaar op te schrijven. Dat was echt het enige dat ze hadden. Ik heb een kaars gehaald. Nog meer slingers. Tafelkleed. En in de auto heb ik nog meer ballonnen. Maar dat ga ik nog niet meenemen naar binnen. Nog zo'n pakje. Nummer 6. Slinger. En dit zijn alle boodschappen. Alles voor het feestje ga ik even hierin doen. Zodat het een beetje bij elkaar is voor vanavond. Vanavond gaan we de boel versieren. Als de boys slapen. En dan gaan we ook gelijk de presentjes fixen. Ik moet eigenlijk weer de deur uitgaan. Ik was zo geïrriteerd op die meid dat ik gewoon rechtstreeks naar huis ben gereden. Maar ik moet natuurlijk gewoon eten voor vanavond halen. Moe. Hi. Hi. Ik ben Kimberly. Welkom. Lekker.
Ja, nou. Jazeker. Wat is dit? Well, it's the, this is her. This is her from Sadik and Futser. Mooie fles ook. Je vindt het mooi, no? Ik vind het een mooie fles. Mm. Well, that's a gift. Hey, spijt me niet van me. Oh, je bent echt op niks. Nee, lekker. Ja? Ja. Maar wat geeft het? Like, what do you mean? Als je je ogen dicht doet, wat zie je? Ik zie je been nog steeds. Zo en zo. Maar het ruikt een beetje ook naar, oh, dat is dat. Het ruikt naar clean, toch? Ja, clean. Yes. Dat wil ik eigenlijk zeggen, een beetje schoonmaak. Wat schoonmaak? Het ruikt naar schoonmaakmiddel. Dat is niet de bedoeling. Oh, je moet wasverzachten. Ja. Oké, okay, nee, dat is de bedoeling, ja. Fresh linen, zo. Fresh linen, juist. Papa. Wat is dit? Jeetje, wanneer zeg maar de deur, wanneer naar werk toe gaat, je komt in de trein, dat mensen gewoon denken van, ja, maar zij heeft een goede douche genomen. Zij ruikt lekker. Zij is gebaat vandaag. She's that girl. She's clean. Clean girl. Period. Oké. Huh? Ik kom niet met de douche. Mama, altijd period zeggen. Period, hè? Period. Because she is on her period. Anyways, guys. Ik ga eventjes de spulletjes opruimen. En daarna ga ik lekker koken. Dus, ik pak jullie er zo weer bij. Nou, guys. Ik was bijna vergeten dat ik... Nou, guys. De jongens hun guy... De jongens hun guys. De jongens hun haar moet vlechten vandaag. Want... vlechten vandaag. mijn ballonnen moeten trouwens ook weg hier zo. Oh, mijn ballonnen. Cyrano heeft hun haar gewassen. Cyrano heeft hem haar gewassen. Ja. En ik ga dit nu vlechten. Let's do this. De blauwe gaat voor allebei vast. Haar is gedaan, papa. Haar is gedaan. Nou guys, ik ben eindelijk klaar met Noah's haar. Het heeft echt letterlijk 1,5 uur lang geduurd. Omdat ik het nog moest droogfeunen. En daarna vlecht ik wel deze keer ietsjes dunner dan normaal. Want hoe dunner je het doet, hoe langer het blijft. Dus ik ben echt heel erg blij met het eindresultaat. Het staat hem echt heel goed. Ik zou eigenlijk iets anders maken. Ik had laatst boodschappen gehad. En heb ik 3 verschillende gerechten gehaald voor in de koelkast. En dit zou ik eigenlijk... in het weekend maken. Maar ik ga het nu maken, want dit is het allermakkelijkste. En dat is... stampot! Ik heb stampot aardappelen gehaald. Andijvie, onze favoriete stampot. Ik vind boerenkoolstampot ook heel lekker, hoor, maar hun vinden het niet zo lekker. Spekreepjes. Runder braadworst. Ik heb ook Unox rookworst gehad, maar ik denk dat het te veel gaat worden. Ik denk dat ik gewoon alleen dit ga maken, die braadworst, en dat ik dit dan gewoon voor iets anders gebruik. Braadworst. Dat is anders weer echt te veel. Zeg je het in het Duits? Braadworst. Braadworst. Dus, vandaag staat andijvie stampot op het menu. So, enjoy cooking with me. Thank you.
Nou, guys, dinner is ready. Ik heb dit zo lang niet gegeten, volgens mij. First bite. Ik wel. Nee. Dat hebben we toch al een keer bij oma gegeten. Oh ja, klopt. Maar, oh ja, met schoudercarbonade. Ja, je hebt gelijk. Sorry. Die spekjes erin maken dat echt. Wat is dat? Vies. En mind you, hè, guys. Hier is de nagel. Dit eten wij heel veel. Nee. In de winter. Heel veel. Nee. Jawel. Nee. Dus. Dit is echt mijn favoriete Nederlandse gerecht. Er zijn niet veel Nederlandse gerechten die ik lekker vind. Maar dit is wel echt één. Me like. Noah. Ja. Heb je je tattoo al laten zien? Nee. Wat is dat? Tattoo. En wat voor tattoo is dat? Dat is een tattoo. Oh. Want het is al bijna weg, de staart. De staart is al bijna weg. Mooi hoor. Dat heb je knap gedaan toen je vandaag in bad ging. Nou ja, Noah, we hadden het even laten zien. Maar even ietsjes dichterbij. Ik ga het auto zetten in de hele tijd. We gaan niet weg met water. Heel mooi. Dat gaat niet weg. Nou, dan heb ik misschien morgen ook nog op je verjaardag. Dus ik ben jongens, ik ben zo papa, druk bezig dat ik jullie gewoon iets vergeten papa, ben te zeggen. Ik word kracht 5. Je hebt de 4 overgeslagen. Noah, vertel je even wat er gisteren gebeurd is. Ik word kracht 5. Wat gisteren gebeurd? Jeez. Mijn tand is eruit gevallen. Maar hoe doe je alsof dit zomaar iets is? Dit is de allereerste tand die uit je mond is gevallen. Papa heeft hem eruit geschept. Ja, papa! Is. Say cheese! Kijk jongens, deze is eruit. Die hier zo. Deze is er eigenlijk ook voor 99% uit. Maar hij durft die er nog niet uit te halen. Maar weet je wat je vandaag mag doen? Je tand onder de kussens zetten, want ik heb begrepen dat de tandenvee morgenavond, of ik bedoel vanavond, hier in de buurt is. Ik heb het ergens gehoord, dus we kunnen het proberen. Ja? We kunnen het ook naar je Ik weet al wat gebeurt. Ik weet al wat gebeuren. Nou, vertel. Ik ga die sterretjes horen, dan ga ik meteen wakker worden, dan zie ik die tandenvee. Echt stuk om de Noah. De Noah heeft in de laatste tijd echt opeens een accent, hè? Surinaams accent. Dan ga ik die sterretjes zien. Naar jou. Dat is de jongen van schotten. Oké. Zo, kijk, die kleine. Dat wou ik nog even met jullie delen. Nee, dat is niet te veel, ja? Zie jullie zo. Nou guys, we zijn inmiddels een paar uur verder. De boys slapen al. En Sinan en ik zijn nu bezig met de procentjes. Het eerste dat we moeten doen is deze boxjes openmaken. Volgens mij hebben we dit al een keer eerder gehad, of niet? Met iemands verjaardag, ik weet niet meer. Wij hebben het vervangen. Nee, we hebben dit volgens mij voor Mason, ja. Ik zit heel eventjes dit bakje in elkaar te zetten, maar het... Nee, dit hebben we volgens mij nooit eerder gehad hoor. Ik weet niet eens hoe dit dicht gaat. Hoe gaat dit dicht? Oh, zo en dan... Ja, oké. Oké, dus we hebben dit bakje. Ik heb hem nu helemaal in elkaar gezet. En dan gaat er een pakje sap in. Ik heb deze keer dubbel fris en taxi. Zodat ze onderling een beetje kunnen ruilen. Oké, dat moet je dan liggend neerzetten. Bakje koekjes. Dat zijn deze. Eerlijk, toen je vroeg klein was, dit wel je ook. Een lolly, Mentos en een mandarijntje. Kijk, ik heb eigenlijk meer snoep, maar ik wil niet te veel snoep aan die kinderen geven. Want dan ga je weer zien van, het is wel snoep. Normaal gesproken zet ik ook chips erbij, maar dat heb ik deze keer niet gedaan. Ja, dan gaan we dit er ook bij doen. Fruit tellen.
ga je heel eerlijk zeggen, ik wou die fruit, ik vind dit zo lekker. Ik kan deze eigenlijk voor mezelf houden. Daarom wou ik het niet aan die kinderen geven. Maar ik mag niet zo zijn. Nou, is dit alles? Meer dan genoeg. Echt? Jongens, voor dit wij gewoon een bakje koolvlees kregen. Ja, vroeger, de standaard dingen die ik kreeg toen ik op school zat, mensen gaven altijd die mixzak chips. En dan kon je kiezen Buggles of, weet je toch? De klas rondgaan. Dat. Nooit deden mensen dit geven. Echt nooit. En mij, dan had je mijn moeder die dan dingen ging maken. Ik schaamde me altijd. Maar als je het zo bekijkt, was het wel lekker. Mijn moeder maakte dan bijvoorbeeld mini pastijtjes, weet je. Dat soort hartige dingen. Maar ook wel van die zakjes, van die themazakjes met dingen erin. Maar goed, even kijken hoor. Hoe gaat dit? Heel makkelijk. Ik weet het niet hoor. Hoe je dit dicht maakt. Oh, wacht. Ja. Oh, ik zal het allemaal moeilijk doen. Okay. Kijk jongens. Dus ik dacht, je doet het zo. En dan moet je dit zo vouwen. Maar je moet dit uitklappen. Doe je deze naar binnen en dan doe je dit zo. Oh, zo handig. Ik was net op tijd. Kijk hoe leuk. Oh, ik vergeet het belangrijkste. Ja, er zit een dinges in. Etiketstickers. Die ga ik dan, denk ik, hierop plakken, hierboven. Of hier. Nou ja, ik laat het jullie zo zien. We gaan dit nu samen vullen. En daarna laat ik jullie het eindresultaat zien van deze bakjes. Wanneer het helemaal ready is. Nou, leuk toch? One. En ik heb, by the way, een gin en iced tea on the side. Zonder ijsblokjes en zonder een citroenschijfje. Het is kapot, sterk. Sucky. Oh, mensen, zwaar echt sterk. Zwaar hand, daarom. Ben je barista? Hoe kan je barista zijn? Wie is barista? Wie is barista? Hoor. Nee hoor. Dat denk een probleem. Maar goed, jongens. Wij gaan... Wij gaan het eventjes allemaal regelen. Nou, ik hoop dat ik er nog een beetje fatsoenlijk bij sta wanneer de camera weer aangaat. Want wat ik hier zie, ga ik echt vliegen straks. Nou, zie jullie zo, guys. Of niet. Nou, guys, alles is klaar. Ik heb alles met de hand geschreven. As you can see. Ja, ik vind het leuk. Helemaal leuk. Helemaal blij mee ook. What do y'all think? Het is 11 uur in de avond. Ik heb een beetje gedronken, dus ik hoop dat het een beetje te lezen is. Maar ik heb moeite gemaakt hoor. Ik heb moeite gemaakt. Dat is belangrijk. We gaan nu de woonkamer versieren. En we hadden vorig jaar 2 heliumtanken gehaald, waarvan we 1 hadden gebruikt. En volgens mij hadden we een klein beetje gebruik van die ene tank. Maar waar ik bang voor ben, is dat ik die tank niet goed dicht heb gemaakt en dat ding gewoon leeg is. Maar, stel dat het niet doet, hebben we altijd nog deze ballonnen tank die ik van mijn moeder heb geleend. Daar hebben we alleen geen helium, maar hoeven we in ieder geval niet met ons mond te blazen vandaag. Dat is belangrijk. Is hij überhaupt wel open gegaan? Nee hè? Of wel? Dat weet ik niet, Kimberly. Oké, we gaan eventjes kijken of die tank het... Ik denk dat het überhaupt doet. We gaan van boven. Ja. Nou, hij is nog hartstikke nieuw, jongens. Hij is helemaal niet opengemaakt. Ik dacht dat hij al open was gemaakt. Hij moet er wel open draaien. Of ze naar beneden doen. Maar wacht, je hebt hem wel goed uitgetrokken, zeg maar, die ballon? Nee. Wel goed openmaken, hè? Of is hij leeg? Dat denk ik eerder. Echt? Nee, hij doet gewoon. Hè? Nou, dat is 1. Nou, guys. We zijn eindelijk klaar met de woonkamer. Ik ben echt blij met alle heliumballonnen. De tank was dus nog wel echt nieuw. Want we hebben echt al die 20 of 25 ballonnen kunnen opblazen.
En het ziet er dus. Oh, het ziet er dus zo uit. Zo. Heel leuk. En dan alles. Even kijken. Voor de tafel hebben we nog dit. Alleen dit alles ga ik echt morgen doen. Ik heb nu gewoon echt geen kracht. Ik heb ook gezien dat ik helemaal niet van die bakjes heb om chips en zo in te doen. Moet ik ook nog halen. Anyways, guys, ik ben echt een zombie. Ik ben zo kapot. We gaan heel eventjes wachten tot het 12 uur is. En daarna gaan we gelijk naar bed. Dus lieve, lieve, lieve mensen. Ik ga bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. Doeg!